Goedemorgen allemaal, bonjour tout le monde en van harte welkom bij de voorstelling van onze Nationale Bank van België voorjaarsprognoses 2021. On va vous présenter les projections pour l'économie belge, projections de la Banque nationale pour le printemps 2021. Het is een zonnige tijd, het is vandaag ook weer een warme dag, daarom bedankt dat jullie al met meer dan 550 deelnemers zijn vandaag. Komen er ook warme, zonnige tijden aan voor onze économie? Op die vraag gaan we u het volgende uur een antwoord geven. Il fait beau dehors. Est-ce qu'il fait beau pour notre économie? Quelles sont les prévisions, pas météorologiques, mais économiques pour la Belgique? La réponse sur cette question, on va partager avec vous dans l'heure qui vient. De présentatie zal gebeuren door de gouverneur, enerzijds gouverneur Pierre Wunsch en anderzijds door Geert Langenus. Een van onze economisten van de studiedienst van de bank, gespecialiseerd in de economische vooruitzichten. Indien u vragen heeft, dan kan u die uiteraard geruststellen via de chatfunctie. Aarzel vooral niet als u vragen heeft. De gouverneur en Geert Langenus zullen na afloop van de presentatie de tijd nemen om zo goed mogelijk op jullie vragen te beantwoorden. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via notre formule chat. Vous pouvez poser vos questions et le gouverneur et Geert Langenus prennent le temps pour répondre à vos questions après leur présentation. Voilà, on est prêt, we zijn klaar. Ik geef graag het woord, je passe la parole au gouverneur. Bedankt Geert. Bonjour à tous, goedemorgen. Ondertussen zijn wij met meer dan 600 mensen al. Het is in feite Geert die voor de heavy lifting zal zorgen. Ik zal mij beperken tot een inleiding en besluit. En we mogen naar het volgende slide. Bon, het is geen scoop meer en we komen vandaag met relatief goed nieuws voor de economie. Alles is relatief, het is goed nieuws in vergelijking met onze vorige prognose en na een heel zware shock, een unieke shock in 2020. En ik zal inderdaad beginnen met de internationale omgeving. Er waren heel veel discussies over de vorm van het herstel, de timing ook, maar de vorm V-shaped, Nike-shaped, K-shaped. En in feite, als we kijken nu naar... Hier naar de slides lijkt het inderdaad meer in de richting te gaan dan naar V of Nike-shaped herstel. Dus een vrij dynamisch herstel en in feite de wow voor China. China is nu op niveau van BBP in vergelijking met de periode voor de crisis die in lijn is met de trend zoals in feite er geen crisis had gebeurd. En ceteris paribus geldt dat ook bijna voor India en zelf tot een zekere mate voor de VS. Et ça, je crois que c'est une des premières leçons qu'on peut tirer de cette crise, c'est quand l'origine d'une crise est exogène, et on l'a vu à chaque moment où on a finalement libéré les contraintes sanitaires qui pesaient sur l'économie, on a vu qu'il y avait une capacité de rebond qui était beaucoup, beaucoup plus importante que lors de crises précédentes, crise qui était alors endogène, qui était liée à souvent des déséquilibres dans le secteur financier ou dans l'économie, des déficits, par exemple, de comptes courants dans les pays du sud de l'Europe au moment de la crise de l'euro, ou des déficits publics. Ces crises prennent beaucoup, beaucoup plus de temps à se résorber. Ici, on voit que c'est essentiellement les mesures sanitaires qui ont déterminé le rythme de la reprise dans les différents pays, mais même en Belgique. Et Geert va abondamment revenir là-dessus. Donc, fondamentalement, une situation de reprise rapide, dynamique, dans les pays qui connaissent une situation sanitaire meilleure que la Belgique ou qui sont en avance de la Belgique ou des pays européens en la matière. Et en fait, c'est les deux sources d'indications qui nous amènent à être optimistes. Le fait que dans les pays où les mesures sanitaires ont pu être rendues plus flexibles ou plus souples, la reprise est au rendez-vous. Mais aussi le fait, et je vais y revenir ou hier, que les indicateurs de confiance sont vraiment au beau fixe. Et sur ces bases, on a effectivement, on va venir avec une projection qui est plus favorable qu'il y a encore 6 mois. En inderdaad, als we kijken naar de kwalitatieve indicatoren, en dus vertrouwen indicatoren, en zeker in de verwerkende neverheid, die van belang is voor uitvoerders, ondernemingen die uitvoeren in België.
die zijn op zeer hoog niveau. We kijken bijvoorbeeld naar Duitsland, die voor de Belgische industrie van vrij groot belang is. 70, een niveau van 70 is bijna ongezien. Dus er is duidelijk, er zijn tekenen van een vrij dynamische herstel voor wat de industrie betreft. En als wij kijken naar de wereld, de vraag die relevant is voor Eurogebied of voor België, zien wij ook, en zeker in vergelijking met 2020, dat de situatie fors verbeterd is. On peut aller au slide suivant. Alors ici, on a repris les prévisions en fait, dans lesquelles on s'inscrit, c'est-à-dire celles de l'eurosystème de juin 2021. On a repris aussi, pour mémoire, les chiffres de l'OCDE. Les chiffres de croissance annuelle, ils sont parfois difficiles à interpréter parce que ça dépend évidemment beaucoup, surtout quand on regarde les pays séparément. Ici, ce sont des moyennes au niveau européen. Dépend beaucoup évidemment du choc en 2020. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit qu'on va revenir beaucoup plus tôt que prévu au niveau du PIB d'avant-crise. Pour l'Europe, on parle de 2022, début 2022, mais Geert va vous expliquer qu'en Belgique, on est en balance entre la Noël et le Nouvel An. Donc, il va expliquer ça plus en détail. Mais c'est 6 mois ou même peut-être 1 an, si on revient sur des projections plus anciennes, plutôt que prévu. Donc, encore une fois, en dépit des deuxièmes et troisièmes vagues qu'on a connues, non seulement en Belgique, mais dans le reste de l'Europe, on a une reprise qui est beaucoup plus dynamique. Vous voyez aussi que c'est une reprise qui est largement portée par les différentes composantes de la demande, hein. La consommation des ménages, l'investissement des entreprises. En 2021, en tout cas aussi, les exportations nettes. Et là, il y a des effets, notamment de composition qui jouent et de peu de demandes de tourisme qui jouent sur les importations européennes. Et alors, l'autre bonne nouvelle qui va être confirmée évidemment en Belgique, c'est que la situation sur le marché de l'emploi dès 2021 redevient favorable pour alors encore s'améliorer en 2022-2023, avec au final un taux de chômage qui va atteindre un maximum de 8,2% pour retomber à 7,4% en fin de période, en fait à des niveaux qui ne sont pas très 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 éloignés en fin de période du niveau d'avant-crise qui n'est pas ici représenté. Donc une crise au final, et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'elle a été très dure, et toi, zeer zwaar klap, zeer asymétrisch ook, dus er zijn een aantal secteurs die veel zwaarder geleden hebben onder de crisis, horecasector, reis en andere. En dus hier inderdaad spreken wij over gemiddelde cijfers, macrocijfers, dus ik wil zeker niet de indruk geven dat de crisis helemaal geen negatief impact heeft gehad. Die was wel zwaar voor een aantal ondernemingen, sectoren en mensen. Maar als geheel voor onze economie, voor Europa, zijn inderdaad het nieuws veel beter dan 6 maanden of een jaar geleden. Slide suivant. Alors, une des particularités aussi, c'est peut-être la moins bonne nouvelle qui accompagne la bonne nouvelle, c'est que très tôt, alors qu'en fait, on n'a pas encore vraiment commencé la reprise, on s'y attend parce qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays, on s'y attend parce que les indicateurs de confiance sont là, mais finalement, pour l'instant, on a surtout résisté à la deuxième et troisième vague en Europe, en Belgique un peu mieux que dans le reste de l'Europe. On a eu une certaine croissance, mais qui n'était pas encore excessivement dynamique. Et déjà aujourd'hui, on est confronté à toute une série de contraintes d'offres, de bottlenecks. Alors certaines sont probablement temporaires. Hebben te maken met het feit dat er nog bijvoorbeeld COVID-maatregelen zijn in de Chinese haven. Maar wij zien hier bijvoorbeeld dat de leveringstijd in de verwerkende overheid veel langer is dan voor de crisis. En dat is dus een lage cijfer. Gaat gepaard of geeft aanwijzing van een oplopende leveringstermijn. Maar dat vertaalt zich ook in hoge prijzen. En het gaat over olie, zeker, maar het gaat ook over niet-aardolie, grondstoffen, le bois. Ça s'étend au tout ce qui est emballage, de kapper. Je crois que Geert va peut-être revenir là-dessus, mais apparemment les coiffeurs ont revu leur prix à la hausse. Donc il y a toute une série d'indications du fait que cette crise,
au moins de manière temporaire, va conduire à des pressions inflationnistes, parce qu'il y a quand même des contraintes d'offres qui continuent à jouer. Mais au-delà de ça, et peut-être plus en Belgique que dans d'autres pays, on est déjà et à nouveau confronté à des pénuries sur le marché du travail. Et ça veut dire, notamment d'un point de vue de politique économique, hein, une perspective van Belet, hein, économiste Belet, dat we vroeger dan verwacht meer aandacht zullen moeten geven opnieuw aan een aantal structurele uitdagingen die bestond voor de crisis. En dan nog een aantal nieuwe uitdagingen die bijvoorbeeld te maken hebben met digitalisering en een zekere versnelling van verkopen langs digitale kanalen, maar ook de ontwikkeling van telewerk. Tout ça dépend encore, et donc on ne doit pas cacher qu'il y a encore une certaine incertitude de la situation sanitaire. On a pu constater que les Anglais récemment, les Chiliens aussi ont dû revenir sur certaines mesures de flexibilisation ou de réintroduire les mesures de lockdown. On est relativement rassuré, mais il y a encore toujours cette question, notamment du variant indien, qui pourrait demain être encore un autre variant. On voit que les mesures restrictives sont clairement à la baisse. La France a décidé d'accélérer, je crois, hier, mais d'autres pays ont été dans une autre direction. Il faut rester très attentif à la situation sanitaire. Slide suivant. Et le slide suivant, en fait, me donne l'occasion de passer immédiatement la parole à Geert, qui va détailler un peu plus ce qui s'est passé, alors évidemment, en Belgique, qui est proche de la situation européenne, mais même peut-être un peu meilleur sur une série de fronts. Geert, the floor is yours. Dankjewel, well, gouverneur. Bonjour à tous et à toutes. Goedemorgen allemaal. Dus ik ga zoals gewoonlijk beginnen met de korte termijn. Bovenaan op de slide ziet u onze weekindicator. Dat is een soort indicator die we op een artisanale manier samenstellen en die probeert rekening te houden met de verschillende versoepelingen en verstrengingen in de maatregelen die er zijn geweest. Ik kan niet op alles in detail ingaan, want er zijn uiteraard veel versoepelingen en verstrengingen geweest. Maar met die weekindicator moeten we natuurlijk ook terugvallen op de statistieken die we momenteel al hebben over de kwartaalgroei van het BBP. Die gaan momenteel tot het eerste kwartaal van 2021. En misschien de belangrijkste boodschap daaruit is dat eigenlijk alle maatregelen die sinds de zomer van vorig jaar zijn genomen, de groei veel minder uit koers hebben geslagen dan uiteraard de eerste lockdown in maart, april, mei van 2020. En dat zie je ook in de groeicijfers die we dus nu momenteel al hebben voor de laatste kwartalen. Te beginnen met het laatste kwartaal van 2020 was de economie bijna vlak, terwijl in het eerste kwartaal van dit jaar de economie zelfs met 1% is gegroeid. Nu 1%, dat is in kwartaalcijfers natuurlijk, dus 4% op jaarbasis. Dat is ongeveer 3 keer de potentiële groei, dus dat is niet niks. Ik wijs er ook op dat dat beter is op basis van de huidige statistieken dan wat er in het eurogebied is gebeurd. Daar is in die 2 kwartalen economie achteruit gegaan. Dus die hebben eigenlijk nog een technische recessie doorgemaakt, terwijl de Belgische economie toch aan een serieus herstel is begonnen. U hebt vorige week, dacht ik, kunnen lezen in onze business, vorige week woensdag, als ik me niet vergis, kunnen lezen in onze Business Cycle Monitor voor het tweede kwartaal van dit jaar, dat we verwachten dat die groei nog gaat versnellen in 2021. Ondanks de paaspauze die grotendeels in 2021 plaatsvond, denken we toch dat naarmate de economie opnieuw open gaat en volgens de fases van het zomerplan, dat de groei nog wat aanvaard zal winnen. Geen explosie, maar toch het cijfer dat we hebben geraamd komt uit op 1,3%. Alors, pourquoi est-ce qu'on est tellement optimiste? Pour le court terme et même pour le reste de l'année, comme vous allez voir. Une des raisons, effectivement, c'est la reprise de la confiance que le gouverneur a déjà mentionné. Donc, vous voyez sur le graphique la confiance des consommateurs à droite et la confiance des entreprises à gauche. Dans les deux cas, vous voyez qu'on dépasse déjà, et même on dépasse déjà de loin, le niveau de l'avant-crise. Donc, ça veut dire que la demande, en fait, se porte très bien. Même tellement bien que l'offre ne peut pas suivre, comme vous l'avez vu dans la partie internationale. Donc ici, effectivement,
tous les indicateurs au niveau de la confiance sont au vert. Als we dan naar de volgende slide gaan, Thomas, dank u. En een beetje vooruitkijken naar de zomer die eraan komt en uiteraard de rest van de projectieperiode, dan denken we dat de economie in de zomermaanden eigenlijk nog een versnelling hoger gaat schakelen. Dat is in heel belangrijke mate het gevolg van het heropenen bijvoorbeeld van de horeca, dus van het geleidelijk aan heropenen van de hele economie en van het terugdraaien van de beperkende maatregelen. U ziet dat we daar voor het derde kwartaal, trimester 3, een cijfer hebben dat zelfs dicht tegen de 2% aantikt, 1,8, waarna de groei wat meer zou normaliseren. Dus dat heeft te maken met de versoepelingen die eigenlijk nog in het tweede kwartaal zijn gebeurd, vooral dus de heropening van horeca-evenementensector en dat soort zaken, maar die door een overloop-effect de groei in het derde kwartaal vooral zullen opstuwen. Excuseer. In jaarcijfers uitgedrukt klinkt dat misschien nog wat spectaculairder, omdat we voor 2021, stond uiteraard al uitvoering in de krant, uitgaan van een groei van 5,5%. Dat is dus fix hoger dan wat we tot voor kort dachten. Een groei die zich ook in de jaarcijfers dan gaat normaliseren richting 3,3 in 2022 en nog net iets hoger dan de potentiële groei in 2023. Nu op de grafiek ziet u eigenlijk drie zaken zelfs. Eén, zoals de gouverneur al heeft aangekondigd, het is een toch wel redelijk belangrijke opwaartse herziening in vergelijking met onze vorige ramingen. Op dat fijne blauwe lijntje ziet u onze vroegere raming, Prévision d'automne 2020. Dus daar gaan we zeker op korte termijn in 2020 flink boven. Maar we blijven eigenlijk onder het stippellijntje. Dat verliest stil aan zijn betekenis omdat we natuurlijk altijd maar verder in de tijd verwijderd zijn van de COVID-schok. Maar toch, voor wat het waard is, we blijven onder het stippellijntje dat eigenlijk het laatste groeipad dat we hebben geraamd voor de COVID-schok. Dus je zou kunnen zeggen dat is de counterfactual mocht er geen COVID-schok zijn gebeurd. Daar blijven we nog onder. Maar de permanente schade, ook daar, het is misschien wat moeilijk te zien op de grafiek. Ik weet nog dat we een jaar geleden zijn vertrokken met een idee van een permanente schade van tussen de 3 à 4%. Wel, ondertussen is dat teruggebracht tot iets tussen de 1 à 2%. Dus ook op die indicator, denk ik, is er wel wat winst. Nu, de grote gamechanger eigenlijk die er is geweest, is uiteraard het vaccin. De medische oplossing, waar we vroeger nog in de heel conditionele wijze moesten spreken. We hadden een gemeenschappelijke assumptie met alle centrale banken van het eurosysteem dat er een medische oplossing zou zijn en zou volledig effectief geïmplementeerd worden tussen midden 2021 en midden 2022. Nu, fingers crossed, met een beetje geluk zal dat eigenlijk voor een groot deel van de bevolking, present company included, zou ik zelf zeggen, eigenlijk al in de zomer van 2021 zitten. Dus je zou eigenlijk zeggen dat we een jaar voorsprong hebben liever op het schema dat we in de twee vorige projectieoefeningen hebben moeten volgen. Dus vandaar die sterke opwaartse herziening. De gouverneur heeft al gezegd, dat betekent ook dat we heel wat vroeger dan zeker initieel verwacht terug gaan aanknopen bij het pre-crisisniveau, dus het niveau dat we eind 2019 hebben gehaald. We hebben bij wijze van boutade of grapje gezegd dat eigenlijk tussen kerstmis dit jaar en nieuwjaar 2022 zou zijn. En dat klopt eigenlijk min of meer ook als je naar de ramingen kijkt. Dus net voor nieuwjaar zouden we dat niveau opnieuw overschrijden. Nu, we willen niet te optimistisch klinken, hè. Dus er zijn nog altijd gezondheidsrisico's die naar onze mening eerder neerwaarts gericht zijn, zoals inderdaad het Verenigd Koninkrijk, maar vooral Chili, denk ik, illustreert. Dus in Chili, ondanks een vaccinatiegraad die ver boven die van ons ligt, 45%, heeft men toch opnieuw Santiago en omstreken in lockdown moeten zetten. Dus niet alle gevaar is geweken, maar op economisch vlak, en dan kom ik straks op de economische risico's, denk ik, kan je eigenlijk zeggen dat dit nog een relatief conservatieve raming is, omdat er wel wat risico's à la hausse zijn.
Alors, si on passe au slide suivant, le fait qu'on peut vous présenter aujourd'hui des projections qui sont donc beaucoup plus optimistes que celles d'il y a 6 mois, c'est aussi grâce à quelques bonnes nouvelles qu'on a eues. Évidemment, la meilleure nouvelle ou la meilleure surprise a été le vaccin, mais on a eu quelques bonnes nouvelles au niveau économique purement. Et je pense que là, il faut clairement parler des investissements des entreprises. Donc, vous voyez qu'ils ont subi un gros coup, bien évidemment, en Q2 2020, donc dans le deuxième trimestre de l'année passée. Mais vous voyez aussi la ligne bleue que la reprise qui a suivi ce gros coup a été beaucoup plus dynamique qu'on le croyait au début, sur base des statistiques et des autres indications qu'on avait eues dans le temps. D'ailleurs, pas seulement nous, aussi les premières statistiques donc de l'ICN étaient beaucoup plus pessimistes, mais ont été revues de manière significative à la hausse. De la sorte qu'aujourd'hui, enfin, à la fin du premier trimestre de 2021, on est déjà pratiquement au niveau de l'avant-crise. Donc, on manque encore 1%, mais on y est presque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans l'enquête RMG, je pense, d'avril, on a demandé aux entreprises, on a posé aux entreprises quelques questions plus spécifiques au niveau du type d'investissement. Et ce qu'on voit dans les réponses, c'est qu'effectivement, il y a des investissements, disons plutôt classiques, qui ont souffert à cause du Covid, donc qui semblent avoir ou qui semblent être diminués. Donc, il s'agit de machines, d'outillage, d'immeubles, bureaux, etc. Donc, tout ça est en baisse ou serait en baisse selon les réponses qu'on a eu des entreprises. Mais par contre, ça semble être compensé en partie, en grande partie même, par d'autres investissements du type recherche et développement, matériel ICT, base de données, etc., qui, enfin, tout ce qui concerne la digitalisation. Donc là, c'est plutôt en hausse. Donc, on pense que cette tendance donc d'investir, une hausse des investissements des entreprises va continuer durant la période de projection, bien qu'à un rythme peut-être un peu moins soutenu. Donc, ce qui s'est passé, je pense, c'est que les entreprises ont profité de l'occasion. Il y en a quelques indications qui semblent confirmer cela aussi quand on parle aux business leaders du pays. Ils ont profité de l'occasion pour vraiment faire un pas en avant vers une plus grande digitalisation. Vous pouvez d'ailleurs remarquer cela. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont créé un webshop, qui n'avaient peut-être pas de webshop avant, qui ont amélioré leur webshop. Donc, ils ont effectivement saisi l'occasion pour faire cela. Donc ça, c'est une des bonnes nouvelles qu'on n'avait pas vraiment attendu lors de la crise, parce qu'en théorie, en moyenne, il y a quand même une relation fort négative entre les niveaux d'incertitude qui étaient énormes en 2020 et les investissements. Donc on n'a pas vu cette relation se casser. Alors, quand on passe à Swinard, particulier consomme, si moeilijk woord voor de gezinsconsumptie overstappen, dan ziet u dat het parcours daar in die blauwe lijn veel meer geaccidenteerd is dan de bedrijfsinvesteringen. Dat is natuurlijk normaal, omdat vooral de gezinsconsumptie getroffen wordt door die beschermende maatregelen, lockdowns of semi-lockdowns of paaspauzes en dergelijke meer. Dus daar ziet u wel degelijk inderdaad een herstel in het derde trimester, maar een nieuwe terugval door de nieuwe maatregelen, door de nieuwe COVID-golven in het vierde trimester. Dus alles samen zitten we daar veel verder verwijderd nog van het niveau van voor de crisis dan het geval was voor de bedrijfsinvestering. Dus daar zitten we nu momenteel nog 9% onder dat niveau. Tegelijk verwachten we dat gezinsconsumptie uiteraard wel, en dat verwachten we eigenlijk al sinds het begin van de COVID-periode, dat naarmate dat de economie heropent, wel de belangrijkste groeimotor gaat worden. Om twee redenen. Ik zal misschien beginnen met het minst belangrijke. Dat ziet u in het tabelletje rechts onderaan. Eén, de koopkracht gaat blijven toenemen. Of je dat nu uitdrukt voor de gezinnen als geheel of per capita, waar je dus ook rekening houdt met de bevolkingsaangroei, je blijft een toename zien van de koopkracht.
ondanks het feit dat die enorme beschermende maatregelen die de overheid heeft genomen, type tijdelijke werkloosheid, type de overbruggingsrechten voor zelfstandigen enzovoort, allerlei bijkomende premies, dat die natuurlijk wel geleidelijk aan gaan weggetrokken worden naarmate de situatie normaliseert. Maar desalniettemin zie je, als ik de 3 jaren nu eventjes samenneem, van 21 tot 23 een toename van de koopkracht per capita van ongeveer 3%. Dat is niet spectaculair, precies omdat inderdaad die transferten van de overheid gaan geleidelijk aan verdwijnen natuurlijk. Maar dat is wel degelijk. En het wat opmerkelijke is dat dat eigenlijk gemiddeld iets minder is dan in het crisisjaar zelf. Dus in het crisisjaar zelf is de per capita koopkracht met 1,3 toegenomen. In de volgende jaren zou dat gemiddeld met iets meer dan 1% zijn. Dus dat toont nogmaals de inspanningen van de overheid die zijn gebeurd om de koopkracht van de gezinnen te beschermen. De belangrijkste reden, of de tweede reden, is eigenlijk de normalisatie van het spaargedrag van de mensen. Dus er is veel inkt gevloeid en veel gesproken, ook door ons trouwens, over dat fameuze spaaroverschot in 2020. Het was eerst 20 miljard uiteindelijk. Door nieuwe lockdowns op het einde van het jaar is dat zelfs dan nog opgelopen tot 25 miljard. Als je dat uitdrukt in procenten van het beschikbaar inkomen, kom je op een ongelooflijk cijfer eigenlijk, van 22% in 2020. Nu, het spreekt voor zich dat mensen niet meer zoveel gaan sparen in de komende jaren. Al was het maar omdat er meer consumptiemogelijkheden gaan zijn. Hè. Men gaat meer op prijs kunnen gaan, men gaat naar events kunnen gaan, de winkels gaan open zijn zoals normaal en niet meer op afspraken of niet meer gesloten en dat soort zaken. De restaurants zijn open enzovoort enzovoort. Dus je ziet daar een geleidelijke normalisatie van de spaarquote, nog niet zo veel in 2020, omdat ook daar beperkende maatregelen golden. Maar eerder richting 2022 en 2023 komen we bijna terug op het pre-crisisniveau van rond de 13%, eigenlijk 14%. Nu, ik wil een kleine parenthesis maken van, er is in de media veel gesproken over die 25 miljard als zijnde een soort turbo op de consumptie, van als dat terugkeert naar de economie, moet dat de consumptie nog meer aanwakkeren dan alleen maar de normalisatie van het spaargedrag. En dat klopt ook, maar er zijn natuurlijk bepaalde redenen waarom we denken dat dat eigenlijk beperkt zal blijven tot heel specifieke consumptiecategorieën. Ik kan mij voorstellen dat mensen eens wat meer op restaurant zullen gaan, wat meer op café zullen gaan, misschien naar wat meer concerten zullen gaan van zodra dat mogelijk is, of ook wat meer vooral op reis zullen gaan van zodra dat weer normaal kan. Maar ik denk niet dat macro-economisch echt een heel grote boost gaat geven aan de consumptie of zeker aan het BBP. Verschillende redenen, ik ga er misschien niet te veel in detail op ingaan, maar we blijven hem toch ook in de nabije toekomst een bepaalde vorm van voorzorg sparen zien. Misschien niet zozeer of niet alleen omwille van bijkomende vrees voor terugkeer van de crisis, maar bijvoorbeeld ook omwille van overheidsfinanciën. Dus het is geen geheim dat de overheidsfinanciën er niet zijn op verbeterd in de crisis. Dus de mensen verwachten misschien begrotingsaanpassingen, a.k.a. belastingen bijvoorbeeld. Dus ze zullen misschien een paar euro's daarvoor opzij zetten. Er zijn de capaciteitsbeperkingen waar de gouverneur heeft naar verwezen. Dat is heel precies en heel specifiek. Denk aan een restaurant bijvoorbeeld. Zolang je social distancing moet respecteren, kunnen restaurants allicht niet op 100% van hun capaciteit draaien. Dus zelfs al willen we allemaal tegelijkertijd naar de restaurants gaan, zullen we misschien geen plaats vinden. Idem voor de andere zaken. Hè. Denk aan het fenomeen van de levertijden, van koersfietsen en dat soort zaken. Dus er zijn heel wat capaciteitsbeperkingen in de economie die dat soort van revenge consumption, zoals men dat dan in het mooie Nederlands noemt, niet altijd zullen vergemakkelijken. De belangrijkste reden, misschien de twee belangrijke redenen, zijn dat je een beetje voorbij moet gaan aan de gemiddelden. De gouverneur heeft erop gewezen, we presenteren nu hier gemiddelden, maar de crisis is bijzonder asymmetrisch geweest. En in dit geval wil ik toch even wijzen op welke gezinnen hebben kunnen sparen. Dat zijn meestal de wat rijkere gezinnen, de wat financiële
financieel wel af gezinnen, zou ik zeggen, die niet noodzakelijk elke bijkomende euro gaan uitgeven. Dus waarvan we denken dat in het jargon dan de consumptie, de marginale consumptiequote, niet zo groot is. Dus daar moet je een beetje naar de verdelingsaspecten kijken. Maar de allerbelangrijkste reden, denk ik, is dat men misschien die 25 miljard of een deel daarvan toch al heeft uitgegeven. Want er is één belangrijke vraagcomponent die eigenlijk nog spectaculairder is hersteld dan de bedrijfsinvesteringen die ik jullie daarnet heb getoond. En dat zijn volgens de huidige statistieken de woninginvesteringen. Het lijkt erop dat gezinnen heel wat meer hebben geïnvesteerd in woningen. En u moet zich daarvoor niet noodzakelijk voorstellen dat heel wat gezinnen een nieuwe woning hebben gekocht. Ook renovatie-investeringen bijvoorbeeld zitten in dat concept. Dus het lijkt erop dat men van de lockdowns en het thuiswerken en dat soort zaken heeft gebruik gemaakt om ook een beetje te werken aan de woning. Als je kijkt naar de investeringen in woningbouw, daar zit men eigenlijk al boven het crisisniveau. Dus hoe gek het ook klinkt, eerste kwartaal 2021 zit men voor de woninginvesteringen 3% boven het pre-crisisniveau. Wat er dus op wijst dat men allicht dat bijkomend sparen al voor een deel heeft afgeleid naar woninginvesteringen. Dat is geen consumptie, maar je kan natuurlijk een euro maar één keer uitgeven. Ofwel aan de renovatie van je woning, ofwel aan revenge consumption later. Dus we denken dat het beeld voor de spaarquote dat u daar ziet, dat eigenlijk een vrij realistisch raming is, maar daar zijn er natuurlijk wel opwaartse risico's. Stel dat die revenge consumption een beetje groter is, dan zal je zien dat de spaarquote sneller en meer onder het voor een bepaald moment onder het pre-crisisniveau zakt. Maar dat is dus niet ons basisscenario. Alors, quid des autres composantes du PIB? Donc, d'habitude, je parle un petit peu des exportations et des importations, mais notre histoire n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là. Donc, au niveau des exportations, ben, la croissance sera en ligne avec celle des marchés à l'exportation. Comme d'habitude, on a notre hypothèse d'une petite perte tendancielle des parts de marché qui est liée à des tendances de compétitivité au niveau des coûts, mais aussi au niveau des non-coûts. Et comme dans les projections précédentes, on suppose, on estime que les importations vont connaître une croissance plus dynamique que les exportations. C'est largement endogène. Je vous ai montré l'augmentation de la consommation au slide précédent. Donc, une partie de la consommation est importée. Donc, c'est un peu endogène que les importations augmenteraient plus vite que les exportations. Aussi, la reprise du tourisme va évidemment aider à pousser les importations vers le haut, simplement parce que là où on a une balance déficitaire. Donc, on importe plus de services de tourisme qu'on en exporte. Autrement dit, les touristes dépensent plus qu'ici que les Belges moins ici que les Belges dépensent à l'étranger. Donc, la Belgique n'est pas un pays touristique, pour le dire ainsi. Donc, ça veut dire aussi que si on fait les calculs, que les exportations nettes qui sont aujourd'hui de manière un peu remarquable positives, mais je pense que c'est des phénomènes transitoires qui sont peut-être liés au Brexit ou plutôt au unwinding de l'effet Brexit, mais ça veut dire que sur le long terme ou sur le moyen terme, on va avoir plutôt une contribution négative des exportations nettes, comme vous voyez sur la graphique. Je parle d'habitude pas trop des dépenses des pouvoirs publics parce qu'on les présente plutôt à la fin, mais ici, il y a quand même quelques mots à dire sur la consommation publique qui augmente très fort en 2021 et qui diminue par après. Donc, quand je dis diminue, ça veut dire une croissance négative en 2022, ce qui est un peu anormal. Mais en fait, c'est largement dû à la disparition de certaines dépenses pour le Covid, en fait, la vaccination notamment. Donc, pour le PIB, en impact mécanique, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais je dirais pour la santé, c'est peut-être une très bonne nouvelle que ces dépenses-là disparaissent effectivement en 2022. Alors, un petit mot, le gouverneur va y revenir sur les investissements des entreprises. Donc, d'habitude, on voit là, on ne voit pas sur le slide, on a
pas voulu surchanger les slides, mais d'habitude, on suit un cycle électoral au niveau des gouvernements locaux. On voit une grosse augmentation juste avant les élections locales et puis une diminution par après. Mais ici, on a un élément nouveau, bien sûr, qui sont les plans de relance, qui comprennent surtout des investissements dans différents domaines. Donc, on a suivi, enfin, on a incorporé cela dans nos estimations aussi, mais ce n'était pas un copy-paste parce qu'on pense que, vu les procédures pour avoir les permissions, vu aussi les contraintes au niveau du secteur de la construction, que ça prendra peut-être un peu de temps pour que ça se mette en marche. Et donc, enfin, je pense qu'on a tout mis, mais on l'a peut-être pas tout mis dans la période de projection. Donc, on a là pris on a mis un peu de retard par rapport au schéma gouvernemental. Ik heb daarnet gesproken over meevallers, de bonne nouvelle. Onder andere dus voor de overheid, sorry, voor de bedrijfsinvesteringen. Misschien nog de grootste meevaller op economisch vlak, spreken we uiteraard niet over het vaccin, vind je op de arbeidsmarkt. En dat is toch wel bijzonder opmerkelijk, want nog geen 6 maanden geleden, dacht ik, heb ik jullie nog gezegd dat er heel wat ontslagen zullen volgen. Ik denk dat we onze eerste ramingen kwamen zelfs boven de 100.000 uit. Op dit moment zien we eigenlijk alleen nog maar kleine rimpelingen, als ik dat zo mag noemen, op de arbeidsmarkt. Wat is er in de praktijk gebeurd? Dus als je een raming maakt, moet je natuurlijk rekening houden met de plannen die voorliggen. Dus we hebben altijd moeten aannemen dat bijvoorbeeld het systeem van tijdelijke werkloosheid, of tenminste de makkelijke toegang tot die tijdelijke werkloosheid, op een bepaalde datum die we toen kenden, zou aflopen. Zoals we ook nu moeten rekening houden met het feit dat dat systeem of die toegang, de gemakkelijke toegang ertoe, zal stoppen eind september van dit jaar. Nu, wat is er gebeurd? Wel, de overheid heeft dat stelselmatig verlengd. Niet alleen de tijdelijke werkloosheid, maar ook alle andere beschermende of de meeste andere beschermende maatregelen. Naarmate men natuurlijk af te rekenen kreeg met COVID-golf 2, COVID-golf 3 enzovoort. Nu, je zou kunnen zeggen dat verandert toch niet te veel aan uw raming, maar dat betekent dat dat eigenlijk maar een soort uitstel van executie is. Wel ja en nee. Hoe langer dat heeft geduurd, hoe meer we hebben gezien dat mensen eigenlijk niet bij de pakken zijn blijven zitten, maar zelf op zoek zijn gegaan naar andere jobs en die in heel belangrijke mate blijkbaar ook hebben gevonden. Je ziet dat het duidelijkst in de horeca bijvoorbeeld. De horeca is denk ik in totaal, als ik even snel reken, een maand of 8, 9 of 8 dicht geweest. Als je mensen zo lang in de onzekerheid laat, gaan die natuurlijk waarschijnlijk iets meer gemotiveerd zijn om inderdaad andere jobs te zoeken. Dus wat we in de cijfers zien, is dat er eigenlijk op die eerste twee, ja, dramatische kwartalen natuurlijk van 2020 na, dat we een stijging hebben gezien in het derde en in het vierde kwartaal. En dat we verwachten dat die stijging, weliswaar wat platter zoals u op de grafiek ziet, zich zal blijven doorzetten tot het derde kwartaal van dit jaar. Daarna opnieuw een kleine daling, wat dan te maken heeft met dat einde van de soepele toegang tot het systeem van tijdelijke werkloosheid. Maar vandaar gaat het in stijgende, of heel heel snel zal het in stijgende lijn gaan. Als je dat allemaal omzet in jaarcijfers, want we tonen nu de kwartaalcijfers op die grafiek, maar in jaarcijfers ziet dat er eigenlijk nog opmerkelijk uit. In 2020, ook rekening houdend met de groei van de zelfstandigen, die zijn blijven toenemen, het aantal zelfstandigen is blijven toenemen doorheen de crisis. Ook rekening houdend met het overloopeffect, dat is een beetje technisch, maar we hebben een stijging gekend in 2019, dat ten dele, of die ten dele ook de groeivoet in 2020 beïnvloedt. Dat betekent dat we kijken naar het cijfer dat er staat voor 2020. De binnenlandse werkgelegenheid is quasi constant gebleven in het enorme crisisjaar 2020. Dat is toch wel bijzonder opmerkelijk. En de jaargemiddelden zouden daarna enkel maar toenemen. Dus iets minder in 2022 door die kleine daling die we tegen het einde van het jaar nog verwachten. Onder andere ook door faillissementen van de onderneming. Ik heb al een vraag zien passeren
van mensen die het niet zeggen, maar wat als ondernemingen failliet gaan, wel, dat is tot op zekere hoogte, denk ik, in onze ramingen opgenomen. Maar toch denken wij dat zelfs als een onderneming failliet gaat, dat dan andere structuren of andere overnemers die plaats zullen innemen. En dat de gevolgen, had u mij dat 6 maanden geleden gezegd, ik had het misschien moeilijk geloofd, maar dat de gevolgen op het niveau van de arbeidsmarkt eigenlijk nog veel kleiner zouden zijn dan we oorspronkelijk hadden gedacht. Wat geeft dat dan voor de werkloosheidsgraad? We gaan natuurlijk nog altijd de stijging kennen, hè, tot ongeveer 6% ergens, of gemiddeld in 2022, iets meer als je naar de kwartaalcijfers kijkt, maar de werkgelegenheid weer begint aan te groeien, begint die werkloosheidsgraad ook opnieuw te zakken, zoals u ziet in 2023. Pourquoi est-ce qu'on est tellement optimiste sur le marché du travail? Ben, à cause des statistiques évidemment qu'on voit déjà. Et ce n'est pas qu'on a oublié le fait qu'il y a toujours, si j'exagère un petit peu, un demi-million de gens qui sont confrontés à une situation de chômage temporaire. Je pense que pour la plupart du temps, pas en temps plein, mais quand même un jour, un ou deux jours par semaine, ou un ou deux jours par mois. Donc il y a quand même encore un grand réservoir de gens qui sont quelque part quand même dans l'incertitude. Mais on pense que la transition vers un emploi normal, que ce soit leur ancien boulot ou un nouveau boulot, va être relativement facile pour la plupart de ces gens. Donc on a aussi regardé ce qui s'est passé après la grande récession, vous l'avez vu, enfin, je ne peux plus l'appeler la grande récession, parce que comparé à 2020, c'est plutôt la petite récession, je dois dire, donc appelons-le la Global Financial Crisis. Donc là, on a vu qu'effectivement, la sortie du chômage temporaire, en fin de compte, s'est passée relativement bien. Ici, on est relativement confortable avec cette opinion-là, parce que l'image macro, le gouverneur l'a déjà mentionné, pour le marché du travail, est une image déjà de pénurie de travail. On est 15 mois après le début de la crise, donc février-mars 2020, et la situation du marché du travail est déjà de nouveau une situation de pénurie. Il y a beaucoup d'indicateurs, on peut regarder le chômage en Flandre, par exemple, les chiffres sont sortis il y a quelques jours, qui est pratiquement au niveau d'un chômage frictionnel, donc oui, sauf les gens qui changent, qui sont en train de changer de boulot, c'est pratiquement zéro, donc il n'y a pratiquement plus de chômage en Flandre. On peut regarder le taux de vacances d'emploi qui, durant la crise en Belgique, n'a pratiquement pas diminué et qui, à ce jour, est parmi les plus élevés en Europe. Uniquement la République tchèque est plus élevée que nous. Et on peut aussi regarder certaines données de l'IRMG, donc de l'enquête IRMG, où on a demandé aux entreprises, est-ce que vous éprouvez déjà des problèmes pour trouver, enfin pour remplir des postes ouverts, quoi. Et la plupart des entreprises, je pense que parmi les entreprises qui veulent engager, 2/3 des entreprises ont dit oui. C'est plus difficile que d'habitude pour trouver des nouveaux employés. Et pour la moitié, donc 1/3 au total, c'est même pas uniquement pour des profils très spécialisés, donc des profils techniques, etc., mais c'est pratiquement pour tout le personnel, donc aussi des gens, pour des positions pour lesquelles on n'a peut-être pas besoin de beaucoup de qualifications, ça devient extrêmement difficile de trouver des gens. Et j'ai tenu, on a mis le HoReCa aussi sur le graphique, même si ce n'est pas le secteur qui était le plus lourdement affecté par ces pénuries. Même si même le HoReCa, qui a été fermé pendant 8 mois, rencontre maintenant des problèmes à la réouverture, ça veut dire qu'effectivement, le cuisinier, le barista, les serveurs, etc., ont peut-être déjà en partie trouvé un autre boulot. Et de nouveau, c'est
En quelque sorte, c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce genre de transition au niveau du marché du travail qu'on veut voir, évidemment. C'est effectivement le genre de transition d'un secteur qui sera peut-être un petit peu plus réduit après la crise vers un secteur où il y a beaucoup de postes ouverts, beaucoup de vacances d'emploi qu'on peut voir. Et on a beaucoup d'indications. Il n'y en a pas peut-être des chiffres précis sur la inflow et outflow au niveau de différents secteurs. Mais on a beaucoup d'indications qui nous laissent croire qu'effectivement, ces transitions se sont faites beaucoup plus qu'on imaginait au début. Et sans doute aussi à cause de la durée de la période d'incertitude. Als ik dan naar de loon dus overstap naar de nominale kant van de zaak en begin met de loonkosten. Ik heb jullie vorige keer niet te veel verteld over die grijze blokjes die je op de linkergrafiek ziet. Dat is de wage drift en de andere factoren. Gewoonlijk zijn dat heel kleine blokjes en ja, die dragen eigenlijk weinig bij tot het verloop van de loonkosten. Maar u ziet dat in de crisisjaren en daarna, we beginnen met 2020, een heel groot effect toch is geweest. Ik ga daar niet te veel over vertellen. Ik wil enkel misschien kwijt dat een puur technisch effect is. Volledig of in heel belangrijke mate te wijten is aan compositie-effecten in de loonsom. De reden daar is dat tijdelijke werkloosheid vooral de mensen met relatief lagere lonen heeft getroffen. Dus dat betekent dat de mensen die nog altijd voltijds aan het werk zijn gebleven, een relatief hoger loon hadden dan voor de crisis. Of laat het mij anders uitleggen, dat het gemiddelde loon van de mensen die in 2020 gewerkt hebben, of de uren dat er in 2020 gewerkt is, om het nog preciezer uit te drukken, dat eigenlijk door die compositie-effecten hoger was dan in 2019. Dat is een puur technisch effect en dat verdwijnt, zoals u ziet, in 2021 en 2022, naarmate de tijdelijke werkloosheid terug op een normaler niveau valt. Dus we moeten daar niet al te lang bij stilstaan. Op de gezamenlijke periode is dat peanuts, zoals het normaal moet zijn. Maar ik wil misschien de aandacht vestigen op die blauwe blokjes. Dat zijn de conventionele loonstijgingen. En dan straks de groene blokjes. En de blauwe blokjes, dat zijn dus de afgesproken, de reële loonstijgingen bovenop de indexeringen. Daar hebben we de 0,4 genomen. Op het moment dat we de ramingen afsloten, was dat gewoon de technische marge van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Maar u weet even goed als mij dat dat ondertussen bevestigd is in een akkoord tussen de sociale partners. Wat we niet hebben genomen, omdat we de ramingen vroeger moesten afsluiten, zijn de andere aspecten van dat akkoord. Dus bijvoorbeeld de verhoging van de minimumlonen, die ook is afgesproken, zit daar nog niet in. Ook de bijkomende loonsbonussen of verhogingen voor sectoren of bedrijven die het relatief goed hebben gedaan in de crisis, die hebben we niet kunnen meenemen, omdat dat uiteraard dateert van na het afsluiten van onze raming. Maar al onze eerste analyses wijzen erop dat dat niet noodzakelijk het beeld enorm zou veranderen. Wat er wel in zit, en het is misschien technisch, maar ik vind het belangrijk om dat specifiek te vermelden, is dat de blauwe blokjes, u ziet, het is meer dan 0,4 in 2021 en 2022. De reden daar is dat we de loonakkoorden die zijn afgesloten, in de zorgsector, dus zowel de gezondheidszorg als de ouderenzorg, en zowel federaal als op het niveau van de gewesten en gemeenschappen, dat we die ook hebben opgenomen. Dus we gaan ervan uit, ik denk dat dat de juiste hypothese is, dat die loonakkoorden bovenop de 0,4 voor de totale economie komen, om de eenvoudige reden dat het niet de werkgevers zijn die dat financieren, dus niet de ziekenhuizen of de zorginstellingen, maar uiteraard de overheid. Zowat alles samen geeft dat inderdaad dat beeld voor de blauwe blokjes. Dus je ziet een stijging die eigenlijk relatief constant is en die ik niet
bijzonder spectaculair zou noemen. Maar u ziet daarboven komen natuurlijk de groene blokjes door de indexering. Onze lonen zijn in heel belangrijke mate gekoppeld aan het prijsverloop. Dus met andere woorden, bovenop de reële loonstijging komt ook nog eens de indexering. En voor 2021 is dat een relatief klein blokje, maar voor 2022 en 2023, en dat heeft alles te maken met onze inflatievooruitzichten die ik u onmiddellijk zal toelichten, zijn dat al wat grotere blokjes. Dus door die indexering komen we eigenlijk uit, vooral in de twee volgende jaren, op toch een relatief stevige loongroei van bijna 4% in die 2 jaar. Nu, als je dat gaat, het is altijd nuttig om even op lange termijn te kijken. Als je dat gaat afzetten tegen het BBP, dan zie je dat het loonaandeel, ondanks de volatiele pieken die je daar soms in ziet, onder andere dus in 2020, dat eigenlijk een heel trage trend naar beneden kent. En die trend, ondanks het feit dus dat er toch een stevige loonstijging is, gaat zich doorzetten in de komende jaren. Hoe kunnen die twee met elkaar verzoend worden? Wel, die stevige loonstijging, u ziet het daar, is grotendeels gewoon een compensatie voor de inflatie. Dus dat betekent eigenlijk dat het blauwe blokje een klein beetje achterblijft bij de reële BBP-groei. Zo moet je dat bekijken. Voilà, je parlais maintenant des coûts salariaux, donc il convient maintenant de regarder un peu au niveau des revenus des entreprises. On vous a mis 2 indicateurs statistiques pour les aficionados, donc c'est l'excédent brut d'exploitation des entreprises ou bien le revenu disponible des entreprises. Mais vous voyez aussi qu'au niveau de l'histoire, ça ne fait pas beaucoup de différence lesquelles on regarde. Donc on a, je pense, à juste titre, beaucoup insisté en 2020 sur le repli ou sur le choc qu'ont subi les revenus d'entreprise durant la crise. Donc, je pense que le gouvernement a mieux protégé les consommateurs ou les familles que les entreprises, mais je pense qu'il convient maintenant d'aussi insister sur la force de la reprise qu'on voit ou qu'on attend pour 2021 et qu'on voit déjà partiellement dans les chiffres. Donc, le fait que la confiance est au zénith ne tombe pas du ciel, comme vous voyez. Donc, il y a, la situation pour les entreprises s'améliorera énormément ou c'est en train de s'améliorer énormément. 2021. De nouveau, caveat, on vous présente ici une moyenne. On ne vous présente bien sûr pas la situation pour chaque entreprise. Donc, il y a encore des poches de problèmes au niveau de liquidité, de solvabilité, etc., que vous connaissez sans doute des enquêtes de l'IRMG. Si je fais le même exercice pour les entreprises que pour les parts salariales, donc là, on parle du taux de marge des entreprises, donc techniquement, un des indicateurs que vous voyez à gauche par rapport au PIB, ben là, vous voyez bien sûr miroir image, donc le contraire que dans le graphique précédent. Là, c'est plutôt une tendance lente, mais quand même à la hausse qui va continuer en 2021 jusqu'à 2023. Et on reste, on vous a mis aussi une moyenne de long terme depuis 2000, donc on reste un peu au-dessus de cette moyenne à long terme. De laatste slide dan, voor ik het woord teruggeef aan de gouverneur, en misschien wel het moeilijkste aspect van onze ramingen, is de inflatie. Om met het gemakkelijkste te beginnen, de zwarte lijn die je op de linker grafiek ziet, is de headline inflatie. Dus dat is de inflatie zoals we ze kennen, of in onze technische termen de HICP of de consumenteninflatie. U ziet dat die van een bijzonder laag niveau in 2020 toeneemt tot een toch wel, ja, voor de recente periode, toch wel een relatief hoog niveau in 2021. Dat is deels, of ik zou zeggen, hoofdzakelijk te wijten aan de olieprijzen en dan meer algemeen de energieinflatie die je onderaan, onder de vorm, de toepasselijke vorm misschien van barrels, Brent, daar ziet. Dus men had een heel sterke daling
van de olieprijzen op de internationale markten in 2020, gemiddeld opnieuw. En men heeft een heel sterke stijging, of we verwachten een heel sterke stijging voor 2021. Dus men gaat daar van min 11% naar plus 12% voor de energieinflatie. Uiteraard tekent zich dat af als u gaat tanken, als u een nieuwe mazoetketel bestelt enzovoort, of een nieuwe inhoudsliever van de mazoetketel bestelt in de consumentenprijs. Dus u ziet dat in belangrijke mate naar boven gaat. Naarmate dat de energieprijzen eerder wat normaliseren, en u weet misschien dat wij onze ramingen altijd afstemmen op de futures, daar gaat dat een klein beetje afnemen richting 2023. Maar een klein beetje, want er is nog een andere driver en die is macro-economisch misschien belangrijker, en dat is de onderliggende inflatie. Nu, de onderliggende inflatie, dat is een moeilijk woord voor gewoon de prijzen van wat men noemt de niet-energetische industriële goederen, dus de goedereninflatie, zeg maar, en dan de dienseninflatie. Nu, we hebben redenen om te denken, in de beide gevallen, dat we daar voor de heel nabije toekomst een relatief forse stijging verwachten. En ik heb alleen maar de diensteninflatie op de slide gezet, omdat ja, we hebben niet al te veel plaats en het beeld van de goedereninflatie is wat volatiel door bijvoorbeeld soldenperiodes die van jaar tot jaar in 2020 en 2021 verschillen. Maar laat mij iets zeggen, misschien eerst over de goedereninflatie. Je hebt daarnet in het internationale deel gezien dat heel wat inputs, en u moet dat in ruime zin zien, heel wat inputs, dus de intermediaire goederen, de fameuze halfgeleiders, maar eigenlijk alle producten, tot hout, tot verpakkingsmateriaal, ook gewoon de kosten om de goederen naar hier te brengen. Moet eens kijken, als u een steile curve wil zien, moet u eens kijken naar de kostprijs van containertransport van China naar West- of Noord-Europa bijvoorbeeld. Dat is quasi maal 10 gegaan, dus dat zijn allemaal heel sterke stijgingen. En we denken, en we hebben wel wat indicaties in die richting, onder andere van de ERMG-enquêtes, maar ook door gesprekken met bedrijfsleiders, dat minstens een deel daarvan gaat doorgerekend worden naar consumentenprijzen. Dus dat betekent dat als u effectief consumentengoederen koopt, denk aan kleding, denk aan alles eigenlijk, de zaken die onder meer ingevoerd worden vanuit Azië, dat daar toch wel een prijsstijging zal zijn. Tweede, dus voor de diensten dan, die u wel op de grafiek ziet, dus daar ziet u een dalende trend. Ik heb er de maanden niet bij gezet, maar eigenlijk is het tot april, dus van het cijfer van april achteraf is het cijfer van mei gekomen en dat was quasi volledig in lijn met wat we geraamd hadden. Dus u ziet daar een nog relatief kalme inflatie, zou ik het noemen, de eerste helft van het jaar, maar bedenken dat die stijgen of dat die prijzen veel sterker gaan aantrekken in de tweede helft van het jaar. Dus in het jargon noemt men dat reopening inflation. Als men de economie op slot doet en dan na verloop van tijd doet men ze opnieuw open, dan merk je vaak dat dat dan hogere prijzen is. Pars pro toto is effectief de kappersinflatie. We hebben gezien dat naarmate de kappers openen, dat dat vaak toch een wat hogere prijzen is dan daarvoor. En ik denk dat in zekere zin normaal is natuurlijk, want men moet vaak bijkomende kosten doen om veilig te kunnen heropenen. Denk aan verluchting, denk aan de fameuze plexischermen, denk aan bijvoorbeeld mensen in de supermarkt te zetten om de toegang te reguleren in bepaalde maanden. Denk ook aan de CO2-meters enzovoort enzovoort. Dus er zijn bepaalde kosten verbonden aan de heropening die ten dele natuurlijk ook op de consument worden verhaald. En je moet natuurlijk niet vergeten dat veel van die dienstenaanbieders komen van een heel lange periode zonder marktinkomen. Dus men wil waarschijnlijk ook wel een deel van de kosten terugwinnen. Nu, de cruciale vraag is, ik denk dat iedereen het er min of meer over eens is dat effectief de prijzen gaan stijgen in sommige landen, in sommige gebieden wat meer dan in andere. Ik denk dat België daar zeker niet vooraan in het peloton zal staan, eerder achteraan.
Maar de cruciale vraag is natuurlijk hoe lang dat zal duren. Spreken we hier over een tijdelijk fenomeen of spreken we echt over een paradigma shift? En we hebben geoordeeld, ik denk dat dat in lijn is met wat president Lagarde bijvoorbeeld zei, met wat gisteren Chair Powell van de Fed heeft gezegd. We hebben geoordeeld dat die inflatoire druk, zowel aan de kant van de diensten als aan de kant van de goederen, eerder van tijdelijke aard zal zijn. Omdat die vooral voorkomt uit een aanpassing van de vraag die eigenlijk sneller gaat dan het aanbod. En naarmate de vraag, en u hebt ondertussen dus onze ramingen, maar ook die van voor het eurogebied gezien, naarmate de vraag zich terug zal normaliseren, denken we dat ook die inflatoire druk zal wat verminderen. En dat we terug op het normale schema van een lichte stijging van de onderliggende inflatie zullen vallen. Maar daar zijn risico's aan verbonden. En misschien het laatste. Eerder op aardse risico's zou ik zeggen. En misschien het laatste wat ik daarover wil zeggen. U ziet dat zelfs met die toch wel bescheiden, laten we het toch zo noemen, inflatieopstoot, als u twee slides teruggaat, dat onmiddellijk de loonkosten relatief sterk toch verhoogt in de komende jaren. Dus die automatische link lonen, inflatie, zorgt ervoor dat de loonkosten toch wel vrij snel reageren op stijgende de prijzen. Dus het is denk ik van het allergrootste belang dat we dat we een loonprijsspiraal gaan vermijden. Een loonprijsspiraal die dus nu momenteel niet in het basisscenario zit. Voilà, ik denk dat ik alles heb gezegd en ik geef graag het woord terug aan de gouverneur voor het vervolg. Sorry, er is een vertraging met mijn mute-button, donc j'ai cliqué trois fois. Bedankt Geert voor deze zeer uitgebreide uitleg. Je vais être assez court sur le budget. En fait, le message est le même qu'avant, mais les nouvelles sont plutôt bonnes. On a revu à la baisse le déficit, essentiellement parce que la croissance est plus dynamique. Vous vous souviendrez sans doute qu'on avait des chiffres plutôt aux alentours de 6% en fin de période. Je coupe mon ventilo. On avait des chiffres de plus ou moins 6% en fin de période, on est maintenant à 4,5%. Maintenant, je ne crois que ça ne change pas fondamentalement le message. Le message, c'est qu'on doit à la fois donner du temps à la reprise de se matérialiser, donc on ne doit pas resserrer les boulons trop vite. Si je reviens à l'avis du Conseil supérieur des finances, l'idée, c'est qu'en 2022, il faudrait être neutre d'un point de vue macroéconomique, mais déjà engager des mesures structurelles compensées par des mesures temporaires. Et puis, je pense qu'à partir de 2023, si la situation économique s'améliore comme prévu dans nos projections, on reviendra très largement aux règles européennes d'à peu près un effort de 0,5% par an, 0,5-0,6% par an, qui est nécessaire pour qu'on revienne le plus rapidement possible à un déficit aux alentours de 3,5%, qui permet de stabiliser structurellement la dette. Et puis, il faudra évidemment, ce sera pour la législature suivante, reconstituer des marges neuves, du subvisuel opnieuw buffers moeten aanleggen, zodat de schuld begint te dalen, maar niet alleen de schuld, en misschien meer belangrijk het tekort, om een zekere capaciteit te hebben om de volgende shock te mogen opvangen en indien nodig nog eens maatregelen te nemen. Donc, le message que j'ai déjà tenu en fait, depuis plusieurs mois et à la limite le début de la crise, c'est pendant la période de crise, il ne fallait pas hésiter, il était important de soutenir l'économie en prenant des mesures temporaires et ciblées. On va à un moment donné devoir faire une pause, une situation en phase un peu intermédiaire. Ou encore une fois, je crois que c'est important de donner un signal qu'on commence à prendre des mesures, quitte à les compenser par des mesures temporaires dans l'autre sens, pour que ce soit équilibré d'un point de vue macroéconomique. Je vais denken dat we dat in 2020 zouden kunnen of moeten doen. En dan op het moment dat het herstel sterk genoeg is, robuust genoeg is, moeten wij teruggaan naar in feite een fiscaal beleid die stricter is en die niet, zeker niet pro-cyclisch is. Donc c'est certainement pas, si la reprise est dynamique, le moment de relâcher toutes les vannes. Ça conduirait à une politique fiscale qui est anti, qui est pro-cyclique et ce qu'il faut absolument éviter. Slide suivant. Alors ça c'est juste un détail, je ne vais pas m'apesantir dessus des mesures qui ont été prises. Les mesures n'expliquent qu'une partie de la hausse du déficit. Évidemment, la baisse du PIB en 2020 explique une autre partie du déficit. Et c'est la visualisation de ce que Geert a expliqué.
dat wij rekenen op een zekere vertraging in de uitvoering van de overheidsinvestment of investeringen, gewoon omwille van een zeker tijdslak, vergunningen en dergelijke, die misschien zullen leiden tot een meer gestreid investeringsplan. Mais c'est des hypothèses purement techniques, ça n'a évidemment aucune valeur du jugement dans un sens ou dans un autre. Slide suivant. Alors ça, c'est simplement un slide de rappel, c'est simplement de montrer qu'en matière de niveau de dépenses publiques, on va retomber d'un niveau historiquement élevé, mais qui était lié aux mesures de crise, de 58%. Avec des dépenses primaires de 53%, on est à la fois parmi les pays, même peut-être au monde, qui ont les dépenses les plus élevées. C'est le cas en Europe, et l'Europe est connue pour avoir un secteur public qui est développé. Mais je voudrais surtout souligner la tendance de long terme, qui est une tendance, une croissance d'à peu près 0,5% par an des dépenses primaires en pourcentage du PIB. Bon, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut extrapoler pour les 10 ou 20 années qui viennent. Donc il faut vraiment se poser la question de, par rapport à un niveau de dépenses publiques qui est élevé, des questions de composition et de qualité de défense publique. Bijvoorbeeld, hebben wij al sinds zoveel jaren ervoor gepleit om meer richting naar overheidsinvesteringen te gaan. Maar dat moet ook kaderen in een proces van stabilisering en dan daling van het tekort. En dus van een zeker niveau van inspanning in andere domeinen. On peut passer au slide suivant. Ja, gewoon de cijfers ter informatie. Ik zal daarop niet terugkomen. Maar jullie hebben dan een tabel met alle cijfers ter beschikking. Volgende slide. Et c'est un slide de conclusion. Bon, essentiellement, tout a été dit, mais je vais peut-être répéter certains éléments. L'économie belge se porte mieux que prévu. Ça reste un jugement en comparaison de prévisions précédentes, après une crise qui a été unique. On constate que quand l'origine d'une crise, encore une fois, est exogène, la dynamique de reprise est quand même très, très différente. C'est une crise aussi qui a été bien gérée. Je crois que c'est important de le rappeler d'un point de vue économique. On a évité un effondrement, je le répète toujours, de nos économies. Maar ik denk dat het van belang is om dat te blijven herhalen. In vergelijking met wat had kunnen gebeuren zonder een zeer belangrijke tussenkomst van monetair, fiscaal en prudentiële autoriteit. Denk ik dat wij afspraak moesten maken met iets misschien vergelijkbaar dan met de jaren 30. Tous les indicateurs sont au vert, mais s'accompagne aussi de toute une série de contraintes d'offres qui commencent à apparaître. Et donc, il veut dire que plus rapidement que prévu, we zullen sneller dan voorzien moeten teruggaan naar, enfin, meer aandacht moeten besteden aan de structurele uitdaging van de toekomst. En hier herhaal, klimaat, te laag tewerkstellingsgraad in België, te laag productiviteit groei, vergrijzing van de bevolking, overheidsfinanciën en dergelijke. En ce qui concerne l'inflation, Geert a très bien expliqué que c'était peut-être le plus grand facteur d'incertitude. On s'attend à une hausse au moins temporaire. La question est de savoir si on va à un moment donné aller vers une rupture plus profonde. Et en toute franchise, on n'est pas très bon pour annoncer ou estimer les moments de rupture, parce que nos modèles sont essentiellement des modèles de projection du passé. En er is een duidelijk boeiende discussie in dat verband in de VS met een aantal mensen die zeker meer gekend zijn dan mijzelf, die van mening zijn dat het inderdaad misschien het begin zou kunnen zijn van iets anders. Maar om duidelijk te zijn, in onze prognose zijn wij van mening, dat is de hypothese die we maken, dat de verhoging van de inflatie zal van tijdelijke aard zijn. Tout ça veut dire que l'économie va progressivement pouvoir se passer de roues de secours et que l'attention des pouvoirs publics va devoir passer d'une politique de soutien de l'économie en crise à progressivement une politique qui vise plus la qualité et probablement les réformes microéconomiques que simplement le fait d'injecter énormément de liquidités ou d'argent dans l'économie et bien sûr dans un environnement budgétaire sain. Et je vais en rester là pour laisser du temps pour les questions. Merci, gouverneur Pierre Wunsch et Geert Langenus, pour la présentation.
On a reçu pas mal de questions. We hebben heel wat vragen gekregen. En een eerste vraag, gouverneur, une première question pour vous. Vous êtes membre de la BCE, hein, de Governing Council de la BCE, et ce sont eux qui décident sur de rente. Wat is de rente-évolutie die u verwacht? Aan de ene kant zien we de inflatie stijgen, dan zou je verwachten dat we daar de rente gaan aanpassen. Maar u verwacht geen al te lange stijging van die rente, van de inflatie. Hoe ziet u de rente evolueren? Kan u eens een beetje inzicht geven over wat u in Frankfurt aan de tafel daar aan het doen bent met uw collega's gouverneurs en met Christine Lagarde? Ja, Geert, veel wil ik niet zeggen in dat verband, ook omdat we gaan dit weekend naar een retreat. En het idee is toch dat we de discussie samen achter gesloten deuren zullen hebben. Maar hoe dan ook, denk ik dat de situatie in Europa toch anders is dan in de VS. Er is een zeker verhoging van de inflatie, maar vanuit een lager niveau. Wij blijven zeer ver van ons objectief als we kijken naar inderdaad core inflation. Als het op een zeker moment moet gebeuren, zal het zeer traag gebeuren. En ik spreek hier van de exit. Maar inderdaad, meer algemeen, de volgende jaren voor wat fiscaal beleid betreft, voor wat monetair beleid betreft, zullen geleidelijk aan meer richting gaan van exit dan meer doen. Indien wij inderdaad, indien het herstel zich plaatsneemt in feite en dat de cijfers die wij hier presenteren bevestigd worden door de realiteit, omdat nog eens, het herstel is nog niet echt begonnen. Het is maar een projectie naar de toekomst. Et donc, je ne m'attends pas très sincèrement à des mouvements rapides. Vous voyez qu'aux États-Unis, ils ont décidé d'attendre probablement jusqu'à peu près 2023. On part d'une situation qui est quelque part moins favorable en matière d'inflation. Donc faites le calcul. De lage rente, gouverneur, heeft een positief effect gehad op onze overheidsschuld. Mocht er een hoge rente geweest zijn, was die veel meer geëxplodeerd. Ja, vreest u daar niet dat een eventuele verhoging van de rentevoeten onze overheidsschuld uit de pan gaat doen reizen? Maar inderdaad, we moeten erop niet rekenen dat de renten eeuwig laag blijven. We voeren een accommoderend beleid om de inflatie naar boven te duwen. Hopelijk zal dat wel gebeuren. En dus op een zeker moment, als wij dichter bij ons objectief ons bevinden, zullen wij stilletjes aan naar een exit moeten gaan. En dus ik denk dat het fout zou zijn voor de overheden om gewoon erop te rekenen dat de rente voor een zeer lange periode negatief zouden blijven of heel laag zouden blijven. En nog eens, we moeten ruimte maken voor een reserve aanleggen voor de volgende crisis, om die beter of goed te mogen opvangen. Maar wat waar is, is dat wij misschien meer aandacht moeten hebben op de rentelast dan op de schuld op zich. Dus ik maak mij meer zorgen over het tekort en de rentelast, maar die zal hoe dan ook heel traag stijgen als er een renteverhoging is, omdat onze schuld wordt geïnvesteerd of verkocht op een vrij lange gebundelde looptijd. Mijn negatief scenario zou zijn dat de rente begint te stijgen. Op korte termijn zien wij heel weinig op de rentelast, omdat omwille van wat ik juist zei. Maar we doen niks op het niveau van het tekort. Er komt een nieuwe crisis en dan plotseling stijgen de renten, hè, zoals een beetje in 2011, avec l'emprunt à long terme. En dan moeten wij plotseling inspanningen doen op begrotingsniveau op het moment dat we geconfronteerd zijn met een negatieve shock. En dat is een beetje een rampscenario. Wat er gebeurd is bijvoorbeeld in landen zoals Griekenland, Spanje of andere in de vorige crisis. Donc, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Mais pas dramatiser, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, il faut progressivement aller dans la bonne direction. Ok, merci. Autre sujet. On a reçu pas mal de questions. On a déjà touché, je pense, durant la présentation, ce point un peu, mais quand même, il y a des questions qui restent sur les moratoires. Les moratoires qui ont
entre guillemets, aider ou éviter le faillissement, je dois dire éviter le faillissement. Maintenant, les moratoires se terminent ou se sont supprimés. Hoe optimistisch, hoe pessimistisch zijn we daar rond de faillissement, ontwikkeling? Il y a pas mal de gens qui sont assez pessimistes, qui pensent que, oui, une fois que les moratoires se finissent, dans les mois qui viennent, on va avoir une avalanche de faillissements. Alors, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait une limite dans le temps au moratoire. On a rouvert à un moment donné la fenêtre pour que d'autres personnes puissent en bénéficier ou d'autres entreprises. En fait, je crois que 80 ou 90% des gens sont déjà sortis du moratoire. Donc, en réalité, l'idée qu'à un moment donné, tout d'un coup, il va y avoir un choc parce qu'on sort du moratoire, dat is voor een groot deel al achter ons. Het feit dat de mensen op het eind van hun moratorium zijn gekomen. Maar de tussenkomst van de overheden en in feite de inspanning van de bank zijn niet beperkt tot moratoria. Het gaat ook over de waarborgen die de staat aanbiedt. Et là, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le prolonge pas. La deuxième garantie n'a pas été très, très fort utilisée. Je crois qu'on parle de 4 ou 500 millions. Mais il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Si à un moment donné, les banques vont, dans les mois qui viennent, devoir décider si elles restructurent des crédits d'entreprise. Oui, wie is in feite in staat om nog een kans heeft om een business te kunnen ontwikkelen. En het feit dat ze mogen rekenen op een zeker tussenkomst van de staat of deling van de risico. Verdeling van de risico is op zich niet slecht. En als ze zonder waarborg iets kunnen doen, des te beter. Als ze nood hebben aan een zekere waarborg, waarom niet? Donc je pense qu'il faut bien distinguer les différents instruments qui ont été mis en place et pas arrêter tout en une fois. Je crois que la première chose qui doit se terminer, c'est le moratoire, parce qu'il faut à un moment donné à la vérité des chiffres. D'autant plus qu'on ne s'attend pas effectivement à un moment donné une catastrophe en masse. On a finalement peu d'entreprises qui se trouvent encore sous moratoire. Et puis progressivement réduire les autres mesures qui ont été prises. Peut-être mieux vaut un mois de trop qu'un mois de trop peu. Maar op een zeker moment moeten wij gewoon rekening houden met het feit dat de economie, dat het herstel zich ontplooit en op basis daarvan de maatregelen terugnemen. Merci. Une autre question à voir avec le fait que nos projections d'aujourd'hui, ce sont des projections nationales pour la Belgique. Mais il y a quelqu'un francophone, qui pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de différence dans les régions ou pour les régions? Est-ce qu'on est plus optimiste, moins optimiste pour Wallonie, Bruxelles, Flandre? Alors, on ne fait pas de projection régionale, hein, donc on n'a pas de chiffres qui distinguent les différentes régions. Je crois que les différences sont surtout des différences structurelles, donc notamment au niveau du marché du travail, le fait que le taux d'emploi soit moins élevé en Wallonie. Alors évidemment, le fait que la Flandre est déjà, alors qu'on n'a pas encore vraiment entamé la reprise, dans une situation de plein emploi, ce que Geert a très bien expliqué, qui a un niveau de vacature qui est très élevé, doit être une occasion pour effectivement s'assurer que peut-être la partie sud du pays, Bruxelles et la Wallonie, bénéficient plus de la reprise en matière d'emploi. Simplement parce qu'il y a une marge de progression qui est beaucoup plus importante. Dus in Vlaanderen is het van belang dat de participatie gaat, daarom ook ja, dat er meer mensen beschikbaar zijn misschien op de arbeidsmarkt. Maar in Wallonië en Brussel hebben wij duidelijk te kampen met nog een hoog niveau van werkloosheid. En als een dynamisch herstel gecombineerd met misschien een aantal structurele hervormingen, een verbetering van de werking van onze arbeidsmarkt, zouden de werkloosheid in Wallonië kunnen verminderen. Si on pouvait réduire le taux de chômage à Bruxelles et en Wallonie en poursuivant des réformes qui ont parfois été engagées au cours des différentes législatures, il y a une vraie chance qu'à un moment donné, on ait peut-être une croissance de l'emploi qui est plus importante en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Je crois que c'est l'ambition qu'il faut se donner, non seulement au niveau régional, mais je dirais au niveau national, parce que ce serait au bénéfice de l'économie dans son ensemble. Ok, merci. On a reçu pas mal de questions en néerlandais et en français concernant l'évolution sur le marché immobilier. Il y a des questions, il y a quelqu'un qui pense est-ce qu'on va vers une bulle? Et de l'autre côté, iemand stelt une vraag over ja, wat is de waardering van de vastgoedmarkt momenteel en de impact daarvan op het herstel?
Ja, die vastgoedmarkt, Geert Langenhuis heeft er al tijdens de presentatie kort over gesproken. Wat zijn onze verwachtingen daar en de risico's vooral? Want ja, zoals we weten, vastgoed kan nogal eens leiden tot crisissen. Er is duidelijk een nieuw element in deze discussie, zijnde het feit dat de mensen zullen blijkbaar meer telewerken dan voor de crisis. Dus voor de crisis was de trend relatief duidelijk, omwille van een combinatie van een aantal factoren. Concentratie van de activiteit in de grote steden. Le fait qu'il y a des économies de réseau qui font que l'activité a tendance à de plus en plus se concentrer. Gecombineerd met op niveau van ruimtelijke ordening een zeker hoge concentratie van de woningen. Om te vermijden dat de mensen te veel de wagen nemen, bijvoorbeeld, en meer beroep zouden kunnen doen op openbaar vervoer. Donc, il y a tous ces facteurs combinés à une politique monétaire qui était très souple. A contribué à une forte augmentation des prix du logement. Et ça pose un problème parce qu'on voit que dans toute une série de pays, et en particulier dans les grandes villes, la question du prix du logement et de l'accès au logement est devenue une question sociétale. La grosse question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer du fait qu'on va probablement aller vers plus de télétravail. Donc les gens qui payaient parfois cher pour vivre dans les centres, et ce n'est pas uniquement en Belgique, mais par exemple à Londres, à Paris ou à autre, est-ce qu'ils vont se dire, écoutez, ça ne vaut vraiment plus la peine, moi je préfère aller en banlieue avec un jardin. Et même si j'aurai demain des navettes plus longues, je n'aurai ces navettes que 2 jours ou 3 jours par semaine plutôt que 5 jours par semaine. Donc je suis prêt. En plus, je me déplacerai à des heures où il y a pas d'heure de pointe, où il y a peut-être moins de circulation. Donc je suis prêt à aller vivre plus loin. Dus het is niet ondenkbaar dat we opnieuw een soort van beweging hebben naar meer mensen die gaan wonen in de buitenwijken, in de suburbs. Et ça pourrait avoir un impact très très important sur toute la structuration du rôle des centres-villes, des villes, etc. Les villes qui probablement vont continuer à être pénalisées, c'est les villes intermédiaires qui n'ont pas de grands atouts architecturaux ou de qualité de vie, et qu'on voit qui souffrent peut-être plus dans des pays comme la France que la Belgique. Bon, pour le reste, nous n'avons pas vraiment de projection sur les prix de l'immobilier. Marietje Stork-Merkwaard dit que en 2020, une omgeving van forte daling van le BBP. Dat de woningprijzen met 6% gestegen zijn. En ik heb recent een prognose gezien voor Nederlands, met een prognose met een stijging van 10% volgend jaar. Donc on voit qu'on est confronté à une dynamique qui est très forte et on doit admettre qu'elle est probablement en partie liée à notre politique de taux bas. Je pense qu'il faudra aussi distinguer de plus en plus les logements et tout ce qui est commerce et bureaux, puisque là, la grosse question se pose. Si on va beaucoup moins dans les bureaux, et on voit qu'il y a déjà toute une série d'entreprises qui ont annoncé des réductions de mètres carrés, quel est l'impact sur les tours de bureaux dans les centres urbains et les activités économiques qui sont liées, du domaine des snacks, hein, de kleine snacks, un menu hebben of die sandwich verkopen voor lunch. Als de mensen maar 2 of 3 dagen per week gaan en meestal de dinsdag en de donderdag en veel minder de maandag en vrijdag. Is er nog een plaats voor zoveel van deze kleine restauratiezaken? Oké, il y a un an, il y avait beaucoup d'incertitudes concernant le Brexit. Est-ce que nos prévisions après un an, parce qu'entre-temps le Brexit est devenu une réalité, est-ce que les prévisions de la banque sur l'impact du Brexit sur l'économie belge sont restées stables? Ik zal hier misschien het woord aan Geert geven. Ik ken dat veel beter dan ik. We hebben eigenlijk geen heel grote veranderingen in onze projecties aangebracht. Waar we wel, om misschien wat specifiek te zijn, verbaasd over waren, zijn de eerste cijfers over export-import na de Brexit. Daar zien we het verwachte effect in de aanloop naar de Brexit, namelijk heel sterke stijging van uitvoer, maar ook invoer, wat wijst op een soort voorraadvormingseffect. Men probeert de kassen te vullen vooraleer dat de regels veranderen. En we zien een heel sterke terugval na de Brexit, wat in zekere zin natuurlijk ook verwacht is, omdat de handel in bepaalde mate was verstoord. Maar we zien die terugval eigenlijk veel sterker voor de invoer dan voor de uitvoer.
vorige keer uitgesproken over het feit dat we effectief wat verrast waren door de positieve contributie van de netto-uitvoer in het eerste kwartaal van dit jaar. En dat schijnt een beetje, enfin, dat schijnt ermee te maken te hebben dat invoer tijdelijk wat is verstoord. Dus we moeten dat een beetje in de gaten houden of dat zich zal verder zetten of niet. Maar we hebben in elk geval niet onze raming of zo, of onze inschatting van de effecten veranderd. Als ik misschien nog even een element mag toevoegen voor de vorige vraag, gouverneur en Geert, over de vastgoedmarkt. Het is inderdaad zo dat we sterke stijgingen hebben gezien in 2020 in België van effectief bijna 6%. Maar we weten ook dat een delen te maken heeft met compositie-effecten. Dus de huizen die gemiddeld zijn verkocht in 2020 zijn, of de woningen die gemiddeld zijn verkocht in 2020 zijn wat andere woningen dan in 2019. De gouverneur heeft ernaar verwezen. Mensen gaan op zoek naar een grotere woning, misschien voor een thuiskantoor. Er is de vraag van waar is de woning gevestigd, in centrumsteden, in andere steden op het platteland. En we zien ook in de appartementen bijvoorbeeld dat men gaat naar grotere oppervlaktes en ook naar meer buitenruimtes, terrassen of dat soort zaken, wat misschien een effect van de lockdown kan zijn. Dus dat alles om te zeggen dat die 6% misschien een klein beetje ja, overdreven is of wat gedreven wordt door technische factoren en trouwens veel lager blijft dan wat er gebeurt in Nederland en in Duitsland. Wat ook te maken heeft met de afschaffing van de woonbonus natuurlijk. Maar de vraag was ook, wat verwacht je voor de toekomst? En inderdaad, we publiceren daarover geen ramingen, maar om toch iets te zeggen, we verwachten geen crisis. Ook al is de overwaardering, zoals men dat dan noemt, of eerder de afwijking ten opzichte van de fundamentals, misschien wat toegenomen door die sterke groei in 2020. Maar omdat we weten dat dat met compositie-effecten te maken heeft, verwachten we eerder een soft landing dan een heel scherpe aanpassing. Een andere, ik heb ook een vraag zien passeren van wat is de impact daarvan op de reële economie? Wel, die is eigenlijk heel klein. We hebben dat dus getest of onderzocht in een artikel van 2018 van Peter Heuzes en Christopher Wallis. Je moet het maar eens op onze site zoeken. Dus zowel de evolutie van de financiële markten als de vastgoedmarkten hebben in België relatief weinig impact op de consumptie. In elk geval veel minder dan in landen als Nederland enzovoort. Dus op dat vlak, denk ik, zijn de risico's naar mijn inschatting heel beperkt. Gouverneur, depuis le début de cette crise, vous avez dit que le gouvernement doit laisser tomber cette discipline budgétaire, doit supporter l'économie, supporter les entreprises et la consommation. Une question théorique et une question si on avait fait cette calcul théorique. Aurait-on pu avoir le même niveau de reprise économique avec moins de subsides, avec moins d'interventions gouvernementales? Moi, j'aurais pas pris le risque, c'est-à-dire qu'on a pris des mesures qui en général étaient ciblées. Et pour faire la comparaison qui me vient plus rapidement à l'esprit avec les États-Unis, aux États-Unis, ils n'ont pas le système de chômage temporaire qu'on a ou de droit passerelle qu'on a, qui est quand même assez bien calibré, qui permet de tenir compte du revenu des gens, qu'on a pu activer assez rapidement. Aux États-Unis, ils ont donné de l'argent à tout le monde. Alors le paradoxe, c'est que certaines franges de la population ont connu une explosion en fait de leur revenu disponible. Donc de manière temporaire, ils ont gagné plus sans travailler qu'en travaillant. On a très largement évité ça en Belgique parce que ça donne quand même des signaux un peu bizarres. Hein, quand, si l'État donne l'impression que quand il y a une crise, c'est presque une bonne nouvelle parce qu'on va donner plus d'argent aux gens. Je crois que la lisibilité de ce qu'on fait est importante. En in dat verband het feit dat wij hebben kunnen rekenen op een aantal systemen die voor ons ja, structureel van toepassing zijn, maar die wij gewoon massaal gebruikt hebben. En daarbovenop nog een aantal de meer specifieke tussenkomst, bijvoorbeeld dan de regio's voor ondernemingen die verplicht gesloten waren. Denk ik dat wij qua niveau van gerichtheid, donc la capacité à cibler notre intervention, a été plutôt bonne. Et encore une fois, compte tenu du fait que cette dette supplémentaire, on l'a financée à des duration assez longue, hein, met een relatief lange looptijd en met een rente, op een rentevoet die dicht bij nul of zelfs negatief was. Dat zal heel weinig wegen op het tekort in de komende jaren. Maar we hebben wel een afspraak met de financiële markten binnen 15 jaar om zo'n schuld te financieren. En op dat moment, als de rente omhoog is,
en het tekort blijft hoog of te hoog, dan hebben wij mogelijkerwijs een probleem. Merci. Il est midi 30, het is 12:30 tijd om dit webinar langzaam af te sluiten. Aldo D'Alonso se pose la question, est-ce que les slides sont disponibles? Oui, les slides sont disponibles sur le site de la banque, nbb.be. Et sur le site de la banque, il y a même une vidéo qui résume en quelques minutes encore la présentation d'aujourd'hui. Il y a la présentation, il y a l'article qu'on va publier de notre revue économique, donc un article avec beaucoup de commentaires, beaucoup d'analyses sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui et ce qu'on a résumé pour vous. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés dans cette matière, n'hésitez pas et allez sur notre site internet, il y a beaucoup plus d'infos encore. Dus op onze website van de bank nbb.be kunnen jullie deze presentatie terugvinden. Er is ook een zeer uitgebreid artikel van ons economisch tijdschrift met een grondige analyse die nog veel dieper gaat over de economische vooruitzichten die Geert en de gouverneur in een uurtje hebben samengevat vandaag. Maar als u echt veel meer interesse nog heeft in het thema, aarzel vooral niet en ga zeker naar onze website waar u nog veel meer informatie vindt. Dan rest me nog één ding, de gouverneur en Geert Langenus te bedanken en u ook allemaal te bedanken voor uw deelname. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite déjà de bonnes vacances. Keep it safe dans ce temps Covid qui n'est pas fini. En wij komen zeker bij jullie terug in het najaar, uiteraard met de najaarsprojecties, maar er zijn ook nog vele andere initiatieven van de bank. Merci et à la prochaine.